Nou, en? Hebben jullie al een idee wat het is? We gaan snel kijken of het goed was. Daar komt-ie. Beeldende kunst. Nou, hier kan je al een beetje zien, hè? Kunst wat uitgebeeld wordt, waar je omheen kunt lopen. Bijvoorbeeld een beeld. Of iets wat gemaakt is van klei, papier of van verf. Of een speciaal schilderij met dingetjes erop geplakt. Maar ook beeldende kunst is dans, ballet, spelen in een musical. Dat valt allemaal onder beeldende kunst. Hoe word je nou een kunstenaar? Nou, ben je heel goed in tekenen, beeldhouden, verven, dansen, toneelspelen, dan kun je als je 9 jaar bent naar de kunstacademie, de kunstschool. Daar krijg je les om nog beter te worden in wat je al goed kan. Dit doe je samen met een kunstenaar. Van de kunstenaar krijg je dan les. Hij leert je om nog beter te worden door goed te kijken en tips te geven. Hoe langer je op deze school zit, hoe beter je wordt. Je kijkt naar kunst van anderen en je hoort wat anderen van jouw kunst vinden. Hier leer je natuurlijk van. Nou, hier zie je foto's wat we verstaan onder beeldende kunst. Zie jij iets wat je leuk lijkt? En ook hier zie je foto's. Wist je dat graffiti ook beeldende kunst is? Je kunt ook iets natekenen. Ik denk dat je bij je juf ook wel iets hebt nagetekend de afgelopen weken. En hier komt het wist je dat. Wist je dat de jongste kunstenares 5 jaar was toen ze beroemd werd en haar eerste tentoonstelling al mocht openen? Haar naam is Alite André. Ze is nu 13 jaar. Als je op deze link drukt, dan zie je een filmpje over deze beroemde kunstenares. Doe dat maar.